Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar onze vlog. Deze keer ga ik jullie wat vertellen over een van de projecten van Learning Connected, namelijk die met ENP. En ENP is een stichting voor professionals die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. En ENP doet bij ons hun Extenso cursus. En dat wil zeggen dat Extenso is hun platform waar ze mee werken. En zij leren de professionals daarmee om te gaan via live online leren, dus via ons platform. Een paar maanden geleden kwamen ze bij ons met de vraag van, goh, kunnen wij onze deelnemers niet zelf gaan testen? Want normaal gesproken doen wij dat allemaal. Maar ja, ze wilden het dus eigenlijk graag zelf gaan doen. Ze hebben erover nagedacht en dachten, ja, dat is eigenlijk voor ons heel voordelig. En heel erg leuk als jullie dat ook doen met weer iets anders kunnen gaan bieden. Dus dat hebben we gedaan. Er zijn in totaal 4 dames opgeleid die eigenlijk normaal gesproken al LOL-trainer zijn. En 1 iemand die dat nog niet was. En zij hebben dus de LOL-testtraining gehad, zo hebben we dat genoemd. En vorige week hebben zij allemaal hun diploma officieel behaald. Dus zijn ze allemaal nu LOL-testtrainer. En daarvoor is mijn collega Anouska even bij je langs gegaan om hun certificaat uit te reiken. En om weer eventjes in het zonnetje te zetten. Uiteraard hebben we daar ook wat leuke beelden van, dus die ga ik jullie even laten zien. Kijk maar mee. Ook op jullie certificaat terugvinden. Ja, wat jullie hier nou hebben geleerd allemaal. Nou, jullie kunnen als het goed is allemaal zelfs dan nog de sessie opstarten. Nou, velen van jullie konden dat natuurlijk al, omdat jullie gewoon de normale training geven. Maar nou, nu kunnen jullie het allemaal. En jullie kunnen de eenvoudige technische problemen signaleren en weer oplossen als het goed is. En daarnaast de gebruikers voorzien van de juiste instructies binnen het LOL-klas lokaal. Dus nou ja, eigenlijk gewoon op weg helpen dat zij gewoon vlekkeloos de normale sessie kunnen volgen. Ja, ja, ja. Kom op, kom op.